Hey allemaal en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag wil ik graag zo alle dingen die ik voor Mila al ben gaan halen voor de herfst en de winter met jullie delen. Zodat jullie misschien ook ideetjes kunnen opdoen van hoe te combineren. Of als je echt iets leuks ziet, dat je dan ook kan weten van waar dat juist komt. Op de achtergrond hoor je Mila die daar aan het spelen is. Dus het kan zijn dat ze af en toe een keer binnenkomt en hallo komt zeggen. Ik ga beginnen met daar pyjama's die ik gekocht heb. De meeste pyjama's die ik nu neem, ze is nu 16 maanden, 76, 77 centimeter en ze stapt. Dus de meeste pyjama's neem ik nu zonder voetjes, omdat dat anders niet makkelijk is. Als ze 's morgens zo na het ontbijt dan haar ritueel is, dat ze zo altijd naar haar boekjes wandelt en dan de boekjes uit haar vakje neemt. En dat is niet zo evident als ze haar voetjes aan doen. Dus ik ga telkens zeggen van welke winkel het komt en van welk merk het is. En ik ga proberen het duidelijk te zeggen, zodat je het goed verstaat. En sowieso ook onderaan, wie is er daar? Onderaan ga ik ook links zetten naar de winkel telkens. En de merken nog een keer opschrijven ook. En als je het niet goed verstaan, dan kan je het daar terugvinden, hè? Moet mama boekje lezen. Mama gaat het video aan het maken. Een vogel. Tjoep, tjoep, tjoep. De eerste pyjama dat ik hier heb is van House of Jamie. Dat zijn hele zachte stofjes, die zijn ook heel flexibel. Kijk, het is daar zo'n klein fringeldetailtje aan. Achteraan met knoopjes. En de voetjes zijn gewoon eraf. De tweede is dan van Petit Bateau met hartjes op. Die heeft wel voetjes, maar ik vond dat zo schattig met die hartjes dat ik dat echt wil meenemen. Dan heb ik al twee iets warmere voor naar de winter toe. Dat is eentje van Nookies, ook zonder voetjes. Maar die is zo van binnen. Mila! Zo. Dus die is zo van binnen gemoltoneerd, of hoe zeg je dat? Dat dat zo zachter is. En dan deze is ook van Nookies. Ook terug zacht van binnen. Dan ga ik haar schoentjes delen die ik al heb. Ik heb drie paar schoenen al voor in de winter. En ik heb om te beginnen, dus ze heeft nu maatje 19. Ik heb een maatje 20, een maatje 21 en dan heb ik dat is een 12 tot 18 maanden. Dus dat staat er niet echt op welke maat dat is. Maar dat zijn zo roze uiks met een strikje. Die hebben natuurlijk niet die stabiliteit van een gewone schoen. Dus ik denk dat ik dat eerder ga aandoen als ze in haar buggy zit of voor thuis. Om haar voetjes warm te houden, want we hebben geen vloerverwarming. En zeker in de keuken kan dat in de winter echt koud zijn op de vloer. Dus dan is dat wel handig. Dan in maatje 20 heb ik deze supermooie glitterschoentjes. Het is roze met glitter. Die zijn echt prachtig. Dan als die dan te klein zijn, heb ik al in 21, ik denk dat dat zo wat december, januari gaat zijn, deze gouden schoentjes. Die hebben ook zo hele mooie details. Dan heb ik gewoon wat basic panties. Dat is van Tales of Glory. En dat zijn organic pantyhosen. Dus dat is wel leuk om te weten. Dat is ook van de Baby's Corner. Die heb ik in het wit en in het babyroze. En dan heb ik van bij de Jacadie. Een roze, zo met meer een streepje erin. En dan deze schattige sokjes met vroeghoekjes. Dat is eigenlijk voor in de herfst. En dat brengt mij dan bij de kleedjes en bij de setjes. Want ik heb hier een heel schattig setje van de Jacadie. Met datzelfde printje. Dus dat is zo'n broekpakje met dan een blouseje daaronder. En als je kijkt naar die sokjes, dan zit dat printje daar van boven. Dan heb ik ook nog een tweede setje van de Jacadie. Dat is zo meer zo'n schooljurkje, een uniformpje precies. Met dan een roze blouseje met een wit kraagje eronder. Ook super cute. Van bij Roermond Outlet heb ik een, dat is ook zo'n herfstkleedje, een polo kleedje van bij de Ralph Lauren. Met een klein streepje erin.
En dan zit dan zo'n broekje daarbij. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat als het kleedje omhoog gaat, dat je zo niet gewoon een pamper ziet of een panty. Maar dat broekje. Bij de Baby's Corner was ik eigenlijk verliefd op dat pelsje. Maar dat kwam samen met een kleedje. En eigenlijk, ik vind de onderkant van het kleedje wel heel mooi. De bovenkant vind ik iets minder, maar bijvoorbeeld om daar dan een truitje over te doen of zo, vind ik dat ook wel heel tof. Dat is van Billy Blush. En dat is een roze pelsje met dan zo'n tutu onderkant. En super zacht, hè. Nog een heel mooi setje van bij de Baby's Corner is dit rokje. Dat is van Majorelle. Met dan dat bodytje eronder. Ja, voor kinderen kan je mee ook kopen, hè. Van Mona Lisa, dat vind ik ook zo'n leuk merkje. Die hebben altijd zo heel veel Disney-inspired dingen. En echt zo heel schattige kleedjes, leuke modellen. Heb ik zo dit kleedje. Dat is met allemaal diertjes op. En dan heb ik nog een variant daarvan. Omdat ik dat ook wel super schattig vond en kon ik niet kiezen. Met dan de eekhoorn erop. Die is ook ietsje dikker van stof. Dus dit is meer herfst. En dit lijkt mij meer winter. Dit is sweaterstofje en dit is bodystofje, om het zo wat te kunnen vergelijken. Dan heb ik nog twee zo overgooien kleedjes. Eentje van Lily Gaufre, met zo van die mooie vlindermouwtjes. Hele leuke details. Prinsessenkroontjes. En dan heb ik ook nog een heel mooi van Patachou. Dat is ook zo'n leuk merkje en dat valt heel goed mee van prijs. Heel zacht stofje. En dan mooie vloerenstrikjes aan de zijkant. Ook terug allemaal van de Baby's Corner. Dan van House of Jamie heb ik een luipaardkleedje. Is ook heel mooi met roze, vind ik. Daarom, want Mila draagt vooral roze, wit. Zo neutraalere kleuren. Maar ik dacht, ik ga ook een keer voor een luipaardprint. En dat kan bijvoorbeeld heel mooi zijn met een roze pelsen jas erop. Bijvoorbeeld, ik heb hier die prachtige roze pelsjas. Ook van Mona Lisa van bij de Baby's Corner. En ik vind dat een hele leuke combinatie. Hier ook een wit pelsje van Théophile en Patachou. Dat verkopen ze ook daar. Dat is ook heel leuk samen. En dan heb ik datzelfde kleedje, maar dan met een kraagje hier. Dus bij die panter was dat zo hier aan de zijkant. En hier is echt zo'n kraagje in het babyroze. Dit kleedje heb ik aan het Comomeer gekocht. Met het idee om zo voor kerst, voor de feestdagen. Omdat ik dat echt zo schattig vond. Dat is zo'n poppenkleedje. Met een mooi ruitje. En dan hier van boven vloer rood. En dan nog dat bloemetje. Het merk is Biblos. Dan heb ik nog dit schattig rokje van House of Jamie. Terug dat panter. Dat is zo echt een vloeren stofje. Heel gezellig. En dan nog terug in dat roze thema. Een sweater. Dus ja, dat pelsje van Théophile en Patachou had ik al getoond. Dat is zo zacht. Dat is echt, en dat is allemaal faux fur. Want ja, ik koop eigenlijk geen echte pels. Maar dat lijkt wel echt. Dat is heel mooi. Van alleen mooie kwaliteit van faux fur. En dan heeft ze die eigenlijk ook nog in het luipaard. Dat is dan ook weer mooi met een roze kleedje eronder. Oh, of dat met die eekhoorn. Ja, daar ook mooi. Ik ga dat hier in. Zie. Super leuk samen. En dan heeft ze dus haar mooie pelsjas van Mona Lisa. Oh, die wil ik zelf, hè. Ik had wel een keer mijn arm daar proberen door te steken, maar ik raakte niet zo ver. Ik wil die echt ook in volwassen size. Die is zo zacht. Ja, daar ben ik helemaal fan van voor haar, voor die zin. En dan heb ik nog een ander, want ze zijn nu eigenlijk bijna allemaal pelsjes. Ik heb ook zo'n padded jas genomen. Met hele schattige strikjes in. Met pareltjes. En zo wat meer een peplum modelletje, dat zo wat openvalt van onder. Ook met een warme kap eraan. Heel leuk. Het merkje is Everything Must Change, EMC. En is ook van de Baby's Corner. En dan heb ik nog heel wat leuke bodies. Dat is Hust en Claire. Echt zo winter. Ja, winter is zo gezellig, samen zijn. Ik
zie haar al zo aan de haard zitten. Met haar uikjes, met haar bodytje. Van House of Jamie. Dat is eentje van Jacadie. Wat dat terug mooi onder dat roze setje gaat passen. Wat ik daarnet heb getoond van Jacadie. Dan heb ik twee hele mooie. Dat zijn eerder blouse bodytjes. Die blouses zo wat van onder. Van Théophile en Patachou. Met een mooi printje. Hele mooie details. Mooi afgewerkt. Vroezeltjes aan de mouwtjes. Dus ze letten wel echt op hele leuke en mooie details. Die heb ik dan ook in een witte tint. Terug die mooie details. Mooi kraagje. Mooie kantjes. Van Natini. Dat is een babyroze met een wit kraagje. Deze zijn van terug Everything Must Change, EMC. Dat is allemaal hetzelfde met een mooi... Ik vind een kraagje belangrijk, omdat als ze zo'n trui aan heeft en er zit daar zo niks onder, vind ik dat niet mooi. Ik vind het altijd mooi als daar een kraagje uitkomt. Dus ik ga altijd zoeken naar bodies met mooie kraagjes. En die heeft zo'n mooi strikje erop en steentjes, voor moest ze dan geen trui erover dragen. En stretch vind ik ook heel belangrijk in een body. Ja, mooie achtergrondmuziek, Mila. Dat is leuk, ja, je muziekje trekken. Dat je niet zo zit te worstelen, want het is soms al een strijd om je baby aan te kleden. En als dat dan nog te hard is, die stof, dan vind ik dat heel onaangenaam. Hier zit er een goede stretch in, daar voel ik ook altijd aan in de winkel als ik dat ga halen. En die heb ik in het roze, in het wit en in het grijs. Zo de basiskleurtjes voor haar, die dan makkelijk zijn. En dan nog van Nookies heb ik ook twee dezelfde, ook terug van de Baby's Corner. Een witje met een mooi kraagje. En een roze natuurlijk. Met een mooi kraagje. En dan hebben wij nog een paar broekjes hè, voor jou. Broekjes vind ik altijd het moeilijkste voor Mila, want ze is zo smal van boven, dat dat altijd veel te ruim is. Dus, en als ik dan een te kleine maat neem, dan zijn de pijpen weer te kort. Dus dat vind ik een hele moeilijke. Maar ja, ik rol dat dan altijd op van onder. Ik heb hier een hele leuke jogging. Terug van Patachou van Mere Baby's Corner. Met kroezeltjes. Van House of Jamie. Terug in dat panterprintje. Met hele leuke strikjes. Oei. Aan de achterkant. Dus dit is aan de achterkant. Hele leuke zwarte strikjes. Dan een heel cute shortje. In donkerblauw vloer. Dat is leuk met dan een panty eronder. Met die glitterschoentjes. Waar het er dan ook terug een soort van blauw in terugkomt. Dus je kunt dat eigenlijk makkelijk combineren met een roze body of een roze trui. En dan die schoentjes. En dan nog een mooie panty eronder. Een joggingbroekje met hele leuke roze details. Dat is van Gimp. En dat komt ook van de Baby's Corner. Ik vind dat ook zo'n mooi merk. Dat is Belgisch. Hele mooie kwaliteit, altijd leuke details, stof afgewerkt. Dat is ook van Gimp. Zit daar aan zo, zie een schattig strikje aan vooraan. En dan de broek. Hier zie je dat randje. Dat vind ik zo leuk aan die kleren, dat je ziet dat dat toch zo ietsje meer is. Dus je ziet wel dat dat kwalitatief, dat dat netjes is. Hier ook zo details. Terug dat strikje. Dus dat is eigenlijk een setje, nee, een jogging setje. En dan heb ik nog een paar leuke haaraccessoires voor Mila. Zoals deze mooie pomponmuts. Mag mama dat ik hier aan doe? Het is wel warm hoor. Oh! Oké, dit is echt te schattig. Bam! Heb ik het tonen aan iedereen? Oh, mama Mila. Nee, maar echt. Zie. Jij bent super schattig met die muts. Oh, knap, hè? Ja. En dan heeft mama nog een beretje voor jou. Wil je daar mooi? Like the French girl. Dat is ook leuk. Kijk, en er is een sjaaltje bij. Zie je hier mooi. Oh, wie is er schoon. Het is warm, hè. Dat is nog haar.
lintje, maar haar lintje vind je niet zo leuk, hè? Dan moet ze nog een beetje leren. Roze. Dus ik heb eigenlijk die twee kleurtjes genomen waarvan ik het meeste heb ook van House of Jamie, want dat is terug van dat merk, dat dat terugkomt. En dat, je kan dat ook terug combineren met elkaar, bijvoorbeeld een roze kleedje met dan een panter haarband. Of omgekeerd, of hetzelfde printje met elkaar combineren. Dat is allemaal leuk, hè, Poppemie. Voilà, en dat is wat wij deze winter voor jou hebben, niet Poppemie? Tot nu toe. Want Mila houdt ook van shoppen. Ja, gaan we speldjes aan doen. Moet dat in je haar? Nee. Dat is dus niet ik die dat doet, ze vraagt het wel. Nog één! De deze? Ja? Oké. Dat is een mooie hoor. Mila is helemaal versierd. Oeh, draai. Oeh, wauw, Mila. Zo mooi. Wie is er zo mooi? Mila daar. Oh, knappe Mie. Hé? Oh, nu nog al die mooie kleurtjes aan. Oh, dat is blij hoor. Voilà, dus dat was het. Als je nog vragen hebt, mag je ze altijd hieronder nog stellen. En ik ga ervoor zorgen dat ik alles erbij zet van merken en van links om te shoppen. Zodat jullie alles ook hieronder terug kunnen vinden. Hopelijk vonden jullie het een leuke video en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Tadaa!